De race in het Belgische Zolder stond in het teken van revanche. Vorige week werd Vos namelijk tijdens haar eerste wereldbekerwedstrijd in Namen tweede. De sportvrouw van het jaar ging toen te fanatiek van start en blies zichzelf op. Vandaag ging de renster uit Meeuwen weer goed van start. Samen met de Belgische Sanne Kant dicteerde ze de eerste rondes. Haar grootste concurrent, de Amerikaanse Catherine Compton, lag op dat moment op een 12e plaats. Maar het parcours in Zolder is lang en zwaar. De Amerikaanse begon het gat te dichten en een paar bochten verder wisten zelfs de twee koplopers te passeren. Op dit geweld hadden zowel Vos als Kant geen antwoord. En uiteindelijk wint de Amerikaanse met 20 seconden voorsprong op Vos, die tweede wordt. Ik moet echt 100% in orde zijn om weerstand te kunnen bieden. En dan ben je dus nog niet? Ik voel me op zich goed, maar nog niet goed genoeg. Het zal zeker nog beter moeten de komende weken. Ik hoop dat ik naderbij kan komen. Dan naar de belofte onder 23. Daar was Mathieu van der Poel de grote favoriet. De 18-jarige renner uit Hoogerijden werd vorige week in Namen tweede achter concurrent Wout van Aert. Ik denk dat het een snelle omloop is, maar toch zwaar genoeg om het verschil te maken. En ik start als leider in het klassement en dat is ook mijn voornaamste opdracht om die te behalen, die leiderspas, om die te blijven houden. Tijdens de race werd al snel duidelijk dat Van der Poel vandaag weinig tegenstand had. Vanaf de start nam de renner snel een voorsprong en gaf deze niet meer uit handen. Uiteindelijk finishte Van der Poel met 11 seconden voorsprong. Tweede werd Wout van Aert. Vorige week in Namen ook al, was ik toen tweede en dit was wel goed voor het zelfvertrouwen nog eens op te krikken om nog eens te kunnen winnen. Derde overwinning hè, in de wereldbeker dit jaar. Ja, inderdaad, als eerstejaars is dat zeker niet slecht volgens mij. Ja. Waar gaat dat heen? Hopelijk naar het eindklassement, hè, maar je ziet het bij Van Aert en bij Vermeers ook. Een slechte dag is eigenlijk al genoeg om een heleboel punten te verliezen, dus het blijft natuurlijk uitkijken.